in je pannen, Reeper. Oké, wat ik wou zeggen is, wat we gaan doen, iets heel vets. We gaan een Q&A doen. Ja, dat is zo vet. Oh ja, en druk op het belletje, want dan ben je altijd up-to-date voor een nieuwe video. Als je dat niet doet, kom naar huis en zeg ik... Hoe duur is je outfit met je sok? We hebben een voordeel, want ik had... Sowieso geen sokken aan. Oké, mijn outfit is... Outfit is te duur om te zeggen online. Hou je van One Direction? Nou oké, dit heb ik jullie vroeger nooit verteld, maar ik hou niet alleen van One Direction. Ik zat vroeger in One Direction. Baby, 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 oh! Wat vind je het mooiste van jezelf? Kleine Steven. Hij is zo groot. Wat is je type meisje? Oké, mijn type meisje heeft een mond, een neus en misschien nog een beetje lichaam met armen, benen en dingen. Hey, oh. Oh, ik hou van de meisjes armen en benen. Wat wou je worden toen je klein was? Oké, toen ik klein was, wou ik altijd een olifant worden. Waarom weet ik niet, maar ja. Ik ben niet helemaal 100. Ik wou vroeger echt altijd... Dit is geen grap, ik wou vroeger altijd een olifant worden. Welke drie dingen staan op je bucketlist? Geld... je geld. Wat vind je irritant aan meisjes? Oeh. Vraag heb ik nog nooit gekregen. Wat ik irritant vind aan meisjes is als ze een te grote mond hebben. Vind ik je irritant en dan smack ik je zo en dan... Hoe gaat het met je? Nou, dat vind ik lief dat iemand daar nou echt om vraagt. Goed met jou, vraagteken, uitroepteken. Favoriet song. Oké, okay, mijn favoriete liedje is dit. Give me your sweat for free. Look at how the dress for me. Okay, be my taste. Hoe heb je Romy leren kennen en waar? Ik denk op school en ik denk op school. Wat doe je in je vrije tijd? Niks. Ik wil weer beginnen met gamen als het leuk is. Wat vind je een afknapper bij meisjes? Ik vind een afknapper bij meisjes als ze geen armen of benen hebben. Of een mond of een neus. Dan denk ik van... Laatst ook komt zo'n chick naar me toe. Geen armen, geen benen, helemaal niks. Zei, hey, date. Ik zat van, hoe kan je praten zonder mond? Ik dacht, what the fuck? Ik weet geen vraag, oh mijn god. Ik heb wel, hoe duurt jouw outfit? Hoezo zijn je krullen zo mooi? Ik doe eigenlijk niet zoveel. Dit is gewoon, zoals nu zit, is het echt. Echt mijn echte haar. En soms, als het een beetje raar zit, als het echt gaat pluizen, dan doe ik er water in. En dan ga ik het feunen. Ja. Wat wil je laten worden? Ik wil laten stoomlocomotief worden. Waarom ben je zo raar? Oké, okay, ik denk dat dat dan de Q&A was. Bitch.